Welkom allemaal bij de highlight show van de E-divisie speelronde 3. En het was weer smullen geblazen. We begonnen deze avond met een heerlijke AZ Heracles. Feyenoord nam het daarna op tegen Twente. De absolute kraker was Ajax Groningen. En als heerlijk toetje kers op de taart hadden wij klaarstaan PEC Zwolle tegen PSV. En ook op de B-stream 5 klassiek lekkere wedstrijden. Wat te denken van Utrecht tegen Willem II of Fortuna tegen Sparta. VVV nam het op tegen Heerenveen. Emmen nam het op tegen ADO. En RKC speelde een wereldpot tegen Vitesse. En dan doen we de highlight show. Laten we beginnen met de kraker AZ Heracles. Ja, het is een bekende spelletje. Wat we ook kennen van de eerste twee speelrondes. Het spel verschuift nu naar de andere speelhelft. En dan is het daar weer een dubbele muur waar amper doorheen te komen valt. En nu dan toch Cruijff 1-0! En is ook gelijk de eerste goal. Hier is de eerste goal van Dani Visser. En het is een hele mooie. Johan Cruijff, rug nummer 13, doet er allemaal niet toe. Goed weggestoken en met links gewoon in één keer uithalen. Niet nadenken, rammen, goal. Het zou een stunt van je welste zijn als Dani hier nog een tweede goal maakt. En dan gaat Zidane nog even. En dan moet het 2-0 worden via Neymar. En dat wordt het niet! Wat een slecht schot hier ook. Kunnen we nog één keer? Dat zou ongelooflijk zijn. Het is een lang tijd. Mag het nog één keer? Scheidsrechter, nee, wat is dit? Scheidsrechter, er staat 2 minuten plezier. Wat is dit allemaal? Wat doet hij? Er gebeuren allemaal rare dingen. We stonden al in de 94e minuut. Bij 92 was het al klaar in de bal op de middenlijn. Maar Dani Visser wint de eerste wedstrijd met 1-0. Komt Brian op 1-0, dan staat het helemaal gelijk. Ja. Maar scoort Aristot, dan wordt het een heel paal. Zo. Wat een schot. Het zou toch zo ongelooflijk lekker zijn als Messi. Het hier Messi met de ruimte. Messi! Goal voor Brian Essien. Let's go, man. Come on. En dat komt er dan uit. Ja, dit is lekker voor Brian. En dit is ook lekker voor de wedstrijd. Ja, lekker voor de wedstrijd. Gaat hier een dieptebal op Neymar. Kan hij aankomen? Ja. Heel veel keus voor de goal. Kan hij bij de tweede paal? Ja! Messi! Messi! Leo! Wat knap van Brian. Wat knap van Brian. Brian Hessing, de champion van vorig seizoen. Laat zich weer gelden op het moment dat het echt moet. Als Lef dan een keer verliest, dan maakt Brian het goed. De laatste secondes, Eusebio, Zidane, gaat het nog gebeuren? Het zou toch wat zijn? Aristot zou het bijna verdienen, hij heeft veel gecreëerd. Zambrotta. Oh, en nu nog weer een keer. En dit is fantastisch. Het is, Brian draait het om. Het is ongelofelijk dat Aristot niet gescoord heeft, maar de waarheid is Brian Essig met 2-0. Ja, Les speelde gewoon heel goed. 1-0 verloren helaas, maar het gewoon een beetje pech in de afronding. En ja, Aristot, hele goede speler. Hij schoot in het begin op de paal eruit. Nou, hij creëerde een goede kans ook. Hij creëerde heel goede kansen. Hele goede speler, wat ik al zei. En, ja, je moet toch een beetje geluk hebben. En nu, ik wist wel, als hij 1 goal maakte, dan was ik een beetje de lul, zeg maar. Nou, blijf gewoon altijd geloven en 2-0 gewonnen. Laat ik zeggen, je ziet het niet zo vaak dat hij van de ene paal naar de andere paal gaat. Ja, dat gebeurt 1 keer in de 1000 schoten. Dus dit is echt ongekend. Ik had maar 1 doelpunt nodig. Ik bleef rustig alsnog. Ik bleef kansen creëren. Maar ja, daar ging er niet in. En dan gaan we nu snel door naar Feyenoord tegen FC Twente. Feyenoord is op zoek naar weer een winst. De tweede van dit seizoen. Terwijl Twente nog wacht op de eerste 3 punten. Het commentaar is natuurlijk van de absolute legendes Frank en Koen. Oh, dit is een hele goede actie. Ja! En de goal! Wat een goede goal van FC Twente. Oh. Aan de andere kant, Arnijn, ja, gelijk op. 1-1. En dat is dus de uitdoel van Feyenoord. Dit is een superbelangrijke goal. En een hele sterke goal van Feyenoord, van Jimmy. En dat moet toch even lekker voelen dat je nu dit doelpuntje te pakken hebt. De eerste wedstrijd tussen Twente en Feyenoord, tenzij het een glitch is. Nee, dat is het niet. Nee hoor. Is 1-1.
Ryan Tilburg nu in balbezit met Gullit en Zambrotta. Oh, dit is, oh, is een heel spannende bal. En hier kan Eusebio vertrekken. Die is natuurlijk sneller. Oh, en Arnijn, ruimte. Heel veel ruimte in de omschakeling. Oh, hier in de peen kan Twente dan al heel lekker beginnen. Arnijn, nee, wat doet hij? Oh, wat een keuze. Twente hier met een hele grote kans. Die laat liggen. Eusebio kan er dan komen. Wat een actie. Oh. Eusebio, wat een goal. Wat knap zeg. Geweldig. Zo rustig te zijn in de aanval. En uiteindelijk niet die bal te pasen. Wachten tot de verdediger een keuze maakt. En dan toeslaan met Eusebio. En dan zit het erop. Het zit erop, het zit erop, het zit erop, het zit erop. Ja, Feyenoord wint. Ja. En dus komt het op 6 punten. En Twente verliest voor de tweede week op rij. Na de derby tegen Heracles verliest het nu heel nipt wel weer van Feyenoord. Ja, we hebben natuurlijk die uitdoelpunt hadden we in de eerste wedstrijd. Ja, het was niet de mooiste goal van mij, maar ja, het was natuurlijk wel heel belangrijk. En uiteindelijk heeft hij de wedstrijd kunnen beslissen door die 1-0 te maken en uiteindelijk de wedstrijd nog uit te spelen. Jullie staan hier in mineur, denk ik wel. Wat gaan jullie vanmorgen voorbereiden? Ja, gewoon weer de tegenstanders analyseren, onze eigen pot weer analyseren, kijken wat we beter kunnen doen en mogen hopelijk knallen tegen VVV. En dan twee kampioenskandidaten, althans, zo werden ze vooraf benoemd. Maar tot nu toe heeft Ajax slechts 2 punten en FC Groningen 0 punten. Eén iemand gaat vandaag de weg omhoog vinden en één iemand vindt de weg naar beneden. Ja, je ziet wel twee aanvallende gewoon meesters eigenlijk in deze wedstrijd. Ja. Dus dat het in 0-0 zou eindigen is bijna ondenkbaar. Hier heel veel ruimte. Ja. Courtesy aanvallende komen. En dan staan ze 1-1. Kan er dan voor een aanval gezorgd worden? Eusebio. En nu zijn ze met z'n 3-3. Je moet toch denken dat er in ruimte komt. Cristiano! Cristiano! Kom op. Oh. FC Groningen op 1-0. En ondanks dat ze met 0 punten staan, staan ze wel hier 1-0 voor tegen Ajax. Je wil Ajax zijnde ook niet dat het nog 2-0 wordt. Nee, dat natuurlijk niet. Oh, en Levy dan hier met balverlies. Kan Ajax nog 1 keer komen? Met Messi en Cristiano. Messi gaat hier ruimte in het midden. Kan Blanco Messi. Komt de 16 in Blanc. Messi, wat is hij sterk. Arnaud en dan Maldini die goed verdedigt, waardoor het 1-0 eindigt voor FC Groningen in deze eerste wedstrijd. Zo. Dat was undeserved. In de 16 van Groningen, Ronaldo. Ja, Ronaldo kan alsnog de bal. Ronaldo! Wat een schot zeg! Zidane, welkom wordt doorgespeeld. Oh, is het oh, nee! Hoe dan? Kan niet. Hoe dan? Er wordt zelfs een muziekje afgespeeld. Er wordt zelfs de muziek afgespeeld van een doelpunt. Maar het is geen doelpunt. Cruijff. Kruip en alles. Kruifie. Johan, rood getimed. Ja, dit wordt... Ja! Johan! Wat een goal! Tuurlijk, man! Rood getimed! Ja, ik heb hierover gelezen. Tuurlijk! Er is een manier waarmee je met rood getimed de vrije trap kunt scoren. Dat ja. zijn de glitches. Glitches. Dat zijn de glitches, Dani. Rood. Dat zijn de glitches. Ik heb dit vandaag gelezen. Ja, wat moet ik nog doen? Oh, jongens. Het feit is wel dat FC Groningen hun eerste 3 punten gaat pakken. Hier de bal terug. En het wordt 2-0. 3-0 over 2 wedstrijden. En FC Groningen gaat voor het eerste keer in deze competitie hun 3 punten pakken. In de derde wedstrijd tegen Ajax. Het is heel erg. Ik weet echt niet wat ik het meemaak. Is heel erg, ik weet echt niet wat ik meemaak. Het is heel erg. Oh joh. Maar het feit is wel dat een rood getimed schot van Nick de Naam met de invlieg met een vrije trap. Ja, en het 1-0 staat en nu 2-0. Het wordt 3-0 en wordt het dan nog 3-0. Maar je valt het perfect samen. Dit is precies hoe het is. Ja. En Nick zal er echt maling aan hebben. Nick zal er blij mee zijn. De tevredenheid is bij Groningen. Zij pakken hun eerste 3 punten. Ja, dat de comeback niet gelukt is, is niet mijn fout. Ik ben altijd van mijn fouten toegeven. En wat doe ik slecht? Analyseren, beter worden en weet ik veel wat. Maar nu durf ik toch wel te zeggen dat ik echt dik en dik onverdiend verloren heb. Nou, ik had een paaskeurigheid van 97%. Die van hem lag ergens op de 85. En ik weet dat Nick een hele goede speler is. Alleen deze wedstrijd kwam het er bij hem niet zo goed uit. Mijn druk was goed, ik speelde goed. En ik had verdiend om met 2-3 goals verschil te winnen, maar het pakt helemaal anders uit. Ja, ik werd vanochtend wakker. Toen zag ik op Twitter een filmpje van zo'n vrije trap. Dat was de eerste keer dat ik hem zag. Toen heb ik de hele middag voordat ik hierheen reed geoefend met Doan. Want die zat nog op het spel bij Groningen in de arena.
Nou, toen vloog ze allemaal de kruising in terwijl ik ze rood timede. Toen kreeg ik hem hier op die positie. Toen dacht ik, ga ik het doen. Toen bewoog hij zijn keeper. Dacht ik, zou ik hem in de verre hoek knallen? Toen switchte ik even van spelen, zodat het weer normaal is. Toen dacht ik, ja, ik doe het gewoon. En toen zat hij er mooi in. Dan PEC Zwolle en PSV. Twee teams die het oké doen. 4 puntjes na 2 rondes. En ze gaan op zoek naar de volgende 3. Laatste aanval van PSV. Zambrotta aan de linkerkant. Gullit. Gaat hier dan nog een spectaculair einde komen aan deze wedstrijd? Eusebio gaat die goede goal! Gaat er misschien echt een einde komen? Eusebio gaat die goede goal! Dit verzin je niet! Wat een heerlijke goal van PSV! PSV! Pelin gaat nog even 1-1 maken volgens mij. Pelin gaat nog even 1-1 maken, terwijl het al lang tijd is. Pelin gaat 1-1 maken! Jongen! 1-0 voor PSV. Mag ik wat zeggen? Nee! Dit is de derde individuele overwinning van Youssef Ercan. Wat een fenomeen is die wat man! Wat een fenomeen! Met Julian van den Bergen zit toch wel echt de man to beat in de Eredivisie. Zo begint het te lijken. Dan zit ik soms naar mijn eigen Weekend League te kijken en denk ik, oh jezus, wat kan je er weer helemaal niks van. En dan zit je dit te kijken en denk ik, oh! Ja, de goal! Dat is kom, man. Oh. Vertel even hoe die ging, want ik zag hem niet. Jij zag het niet. Zag jij wel? Ja, ik zag dat de corner was en dat die bal uiteindelijk wordt weggekopt. Volgens mij was het van of de achterlijn of wat dan ook. En die wordt gewoon gekopt voor Arnijn en die kan gewoon de bal inkoppen. Maldini? Wat is dit voor... Tuurlijk! Oh, fuck man. Oh, wat een zieke dingen heeft hij met die corners, joh. Maldini. Vieira. Gullit. Nee. Carlos Alberto. Half minuutje nog. Ja, dan moet er wel nu een keertje naar voren gedribbeld worden, anders fluit hij sowieso al af. Nee, daar gaan we. Eusebio Neflijt af. En ja. Tijd nodig. Niks meer. Ja, zonde. Ja, maar... En dat is het einde van deze wedstrijd. Het toetje verwacht je veel van. Het toetje valt een klein beetje flats tegen. Wat moet er nou anders morgen? Iets klinischer zijn, denk ik. Ook aanvallend. Iets meer kansen creëren. En ik denk dat het zeker wel drie punten wel gaan komen dan. Dat we bovenin mee kunnen doen. Youssef speelt een goede wedstrijd. Hij heeft goed verdedigd de wedstrijd. En dan slaat hij op het einde toe. Waardoor ik al 1-0 voor sta. We hadden dus uitvoordeel. En dan krijg ik hem op een lullige manier tegen. Helaas kan je niks aan doen, want voor hetzelfde geld scoor je hem zelf. Dus moet ik proberen die 1-1 te maken, waardoor we dan totaal voorkomen. Dat lukt dan net niet. 1 kansje met Gullit volgens mij. En zodoende. Hey, kun je niet tevreden zijn, lijkt me. Nee, zeker niet. Dan de 5 duels die op de B-stream gespeeld werden. We gaan kijken naar de belangrijkste momenten. Daar gaan we. Hier dan Utrecht met Ronaldo. Messi. Het is 1-0. Kijk eens. Om Melvin Boeren. Messi met zijn rechter. Ja. Oké. Melvin Boeren. We zijn los. Willem II in de loeren. Zo. Dit is een groot doelpunt van Messi met zijn weak foot. Utrecht ook meteen die uitgoal. Dat is natuurlijk altijd extra lekker, want die kan uiteindelijk doorslaggevend zijn. Willem II hier meteen. Oh. En we zijn los hoor. Hoppa, goal galore. Het is gelijk 1-1. Okay. Gaat het dan toch 12-6 worden? Ja, was het hoort het dan toch die 12-6 uit de voorspelling. Oei. Zo, goede goal hè. Dan gaan we eens even kijken. Zidane. Misschien naar zijn rechter. Ja, Pelin draait zich vrij. Pelin maakt hem. Twee uitgoals. Het is een hele belangrijke en een hele lekkere voor Melvin. Zat er toch misschien wel een beetje aan te komen dat hij naar zijn rechter ging, maar ja, wie weet. Heerlijke actie. Nooit. Ja, dat is fantastisch. Gullit. En dan is het misschien nu toch tijd om richting die 16 te gaan. Carlos Alberto speelt strak in op Pelé. Oh, no, no, no. Is het beslissing? Dit is misschien wel... Ja, dan het vingertje. De complete beslissing al. Ja. 1-3. Dit is een hele goede uitgangspositie, Rob. Dit is heel lekker. Dan is dit een goede overwinning. Er staan er toch best wel wat mensen daarvoor in. Willem II kan trouwens wel 0-2 winnen, maar dan winnen ze dus niet. Maar dan winnen ze niet? Nee. Vanwege 3 uitgoals van Utrecht. Oh ja. Dus ja, hier is in ieder geval Utrecht. Boom! Dan is het nu zeker klaar. Nee. Maar je moet er nu 3 maken. Ja, je moest er dus al 3 maken, dus misschien maakt het niet uit. Nee, maar nu zou je dan gelijk spelen. Ah ja, dat is het. Door deze goal... Ja, natuurlijk. Moet je 3 doelpunten scoren om minimaal gelijk te spelen. Ja, andersom is dat. Ja. Nou, hier dan wel binnen 2 met Arnijn. Oh, wat een goal!
Wat een golazo! En komt er dan toch misschien ook nog een beetje lekker in spanning terug? Ik hoop het. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ja, dat zou wat zijn. Dat het nu toch misschien nog in totaal 4-4 wordt. Dan ga je toch even nadenken over die kans. Volgens mij is dat niet het geval. Oh, kijk, is die iemand van de komen doen? Oh, door de benen. Oh, Eusebio, daar is het! Ja! Oh. En dan is het zomaar heel spannend. Dan komt die keeper, dat doe je, joh! En dit is mentaal. Dit zit toch in je hoofd. Messi die krijgt de bal zo in zijn voeten geschoven. Dat moet je niet doen bij... Vieira, hak je dit dat? Messi. Oh, hier is ruimte. Oké, Neymar. Dit is een penalty. Het is misschien wel de bal, maar in de game is dit altijd een pingel. Dat is een penalty en een rode kaart. Triple punishment. Ja. Dit kan natuurlijk niet. Triple punishment. Wordt dit de beslissing? Wij kunnen op het... Wij gaan niks verklappen. Schreeuw heel hard naar die heen. Wij gaan niks verklappen. Niks! Maar hij ging in de inhoek. En dan is het toch Utrecht. En nou moet Willem II dus weer twee doelpunten maken. Nu is het klaar. Ja, het is klaar. Nu, ik heb dat al een keer gezegd, maar het is klaar. Het is FC Utrecht dat aan het langste eind trekt en dus naar 4 punten gaat. Ja, eindelijk de 3 punten inderdaad na 3 wedstrijden. Maar ik won de eerste 3-1. Dan zet je een goede stap, zeker als je eerst uit hebt gespeeld en Jay heeft goed afgemaakt. Verbaasd misschien toch wel een beetje. Maar goed, ik ben juist blij dat hij er ook een wedstrijd van wou maken. Dat kwam denk ik alleen maar ten goede voor de kijkers thuis. Maar ja, uiteindelijk baal je wel dat je gewoon met lege handen staat. En vergeet de Eredivisie ook niet te volgen op Insta. Bijna 100.000 volgers. Ja, ziek hè. En even te abonneren op YouTube. En dan kijken naar Gullit die de bal geeft aan Eusebio. Die kap terug. Dat moet op zijn. Lekker! Kom op, man! En het is 1-0. Godverdomme. Voor alle criticasters is hier Jason Glas. En maar zeggen, geen goals, man. Oh, kijk hier! Kijk hier! Boom! Er wordt gevuurd, er wordt gevlamd. Hier is Messi. Lekker! Kom op, man! Eusebio! Heerlijke timing. 10 seconden voor tijd. Eusebio. Voor de supporters in de chat. Voor de 2-0 voor alle supporters. Voor de supporters in de chat. Dus een 2-0 overwinning. Fortuna 1 zit geen uitdoelpunten. Nee. Ik denk niet dat gaat gebeuren, persoonlijk. Fortuna, misschien een akkaartje. Dat is een idee. We gaan voor een schaartje. Ja, toch een onderschepping, maar de bal is rot aan terecht. Blijf vaak in. Oh, balbezit. Dan is Ronaldo met de beslissing. Nee! Zidane. Krijgt er bij Neymar. Neymar staan. Mbappé. Doet een akka. Lekkere akka, jongen. Gullit. Oh, heel to heel. Bal van Ruud. Eusebio. Eusebio. Doet. Kijk, dat ook nog graag gewoon winnen, merk je aan hem, hè? Ja. Neymar, kijk eens. Okay. Akka, die hebben we nog niet gezien. Veegsel naar binnen, goede actie, Zidane. Placement. Akkertje, tuurlijk, schieten. Oh, weer van de Sar. Ik had nog één laatste kant. Boy, die kan alleen maar om lachen. Het is gespeeld, het is voorbij. Zidane gaat deze bal uitverdedigen. Dan zit het erop. Oh, nodig, man. Ja. Speel, man. Zij potje, maar goed. Gefeliciteerd. Na 2 verloren wedstrijden, dan ga je toch een beetje... Ja, het is een mentale tik, dat snap je. En dat is vervelend. En ook buiten de camera's, thuis heb je daar ook gewoon last van. Dus dat je dan zo derde wedstrijd vol eroverheen klapt, dat is gewoon fucking lekker, als ik het zo mag noemen. Nou ja, ik wilde sowieso vanaf het begin niet meteen heel erg aanvallend gaan spelen. Want voordat je het weet, sta je zelf ook met 2-0 achter. Dus je moest sowieso de 0 natuurlijk houden. En ik had het idee om in de tweede helft iets meer pressie te gaan spelen. Maar ik merkte dat elke pas vooruit echt... dramatisch was bij mij, zeg maar. Dus ik kwam er niet aan te pas in de tweede helft om nog vooruit te gaan. Johan Cruijff. Om een beetje even internationaal te houden. Op en neer en op en neer. En dan is daar het goudje voor Ernaar. Yeah, hij maakt hem. Arnein. Het is weer Niels. Niels. Het is de vader van de Eredivisie. Heerlijk, hè? Niels Christ. Dan is het 1-0. Voor Niels Chris, die zet een hele goede uitgangspositie neer. Voor Floris, geen uitgoal geïncasseerd en zelf gescoord. Het ziet er dreigend uit, maar heerlijke actie, hij komt er langs. Blank. Wat een actie van Blanco, ja. Gooit zich met alles ervoor en dan zit de steken er naast. Jezus, hier dan, Ronaldo! Hey, boom! Wat een goal! Zo, wat een volley. Was wel even flippenkast hier. Zo!
De laatste seconden zijn ingegaan. Vieira, Ronaldo. Goeie aanname. Eusebio, kan het heerlijk nog? Gevoetbald. Pelé! Perfect getimed, maar Van der Sar pakt hem. Is Ronaldo overigens. Die kan scoren. Pelé, nu komt ook al. Dan zit het ook wel echt niet mee van Floris. Gaat hier nog gescoord worden? Dat is de vraag. En dan ga ik het vieren. Ja? Met mijn vrienden van ofwel VVW of Heerenveen. En Babbe. Ja, tuurlijk! Ja! Oké! Okay. Daar is hij! Daar is die tweede voor Nick Hoijman. In de 81e minuut maakt hij hem. Vieira op in Eusebio. Vieira terug op Gullit. Gullit kan gaan schieten. Komt aan, scoren! Voor de derde keer. Zijn net. Voor de derde keer dat de bal in de korte hoek er niet ingaat. En dan is het gelijk afgelopen. Nick pakt hem. Wint de wedstrijd met 2-0, waardoor het overal 2-1 wordt voor VVV Venlo. Ik zat een beetje in dubio van, joh, zal ik doordrukken of zal ik die 1-0 vasthouden? Ik ging voor het vasthouden uiteindelijk, omdat ik dacht, nou ja, dat gevoel had van, joh, Floris, die gelijkspelletje moet sowieso wel kunnen. Alleen ja, dan is het wel extra zuur dat ik dan nu hier met zo'n gevoel sta van, shit, had ik toch nog maar één proberen te maken. Ik moest komen, toen maakte ik de 1-0. Gelukkig miste hij ook nog een aantal kansjes. Dan weet je, in de tweede helft hadden we het nog met de trainer erover van, wat moeten we doen? Gaan we verdedigen of gaan we gewoon vol door? Ja, en toen uiteindelijk gewoon vol op de aanval gewoon doorgegaan en hopen dat hij zijn kansen niet afmaakt. Want dat geluk moet je natuurlijk ook hebben. Dat had ik uiteindelijk en ik maakte de 2-0. En gelukkig in de laatste minuut miste hij ook nog met Gullit. Dus 3 punten zijn binnen. Als dit goed wordt uitgespeeld, dan wordt in ieder geval de uitgoal tegengegaan. Maar kan er zelf ook gescoord worden. Alberto op Eusebio. Is Zambrotta eigenlijk kwijt? Zambrotta komt sowieso terug in dat duel, want dat doet Zambrotta altijd en dat doet hij deze keer ook. En dan eindigt deze eerste wedstrijd in 0-0. Zo saai, inderdaad. We gaan even de statistieken erbij. Zelfs 0 schoten, 0 op doel, 0 overtredingen, 0 gele kaarten, 0 rode kaarten, 0 blessures. Wil je één keer buiten spel feliciteren of niet? Dat is de vraag. Eusebio. Oh, ruimte op de 16 nu. Zidane naar zijn linker. Dit is hem altijd. Dit is hem niet. Dan is dit het moment voor Julian. Pelé, Neymar. Draait eigenlijk weer terug. Net iets richting Vieira. En dan zit het erop en eindigt het 2 keer in 0-0. Het probleem is mijn tegenstander die doet 20, 30 minuten over een aanval. Dan maak ik niet de keuze om binnen 2 minuten naar voren te sprinten om een kansje te creëren. Dat werkt alleen maar in je nadeel, dus ik heb ook rustig aangedaan. Uiteindelijk heeft Danny het ook bij 0-0 gelaten en ik denk dat we tevreden kunnen zijn met een puntje. Ja, ik was blij dat ik 0-0 kon houden, waardoor Julian dan de kans had voor kunnen winnen of gelijk. ADO was nog ongeslagen, dus ja, tevreden tenminste met een punt. Hier dan. Arnaud maakt een binnenkant paal met zijn linker. We hebben een goaltje. Ja, we hebben vandaag al genoeg ballen zo op deze manier missing gaan, maar dat gebeurt niet bij Renzo. Hey. Renzo schiet die bal heerlijk binnen. Hier dan Neymar. Oh, die bal komt gewoon aan. Maldini, leg hem terug zou je zeggen. Leuter, Matthias. Leuter. Geeft die bal aan Eusebio Ronaldo. Lekkere beweging en die bal valt voor Cristiano. Wauw. Ja, hij gaat 2 keer mee, jongens. Ja. Dit is. Ja, sorry. Ja. Sportief van Renzo. Gullit hier. Om wat terug te doen voor RKC. Pelé draait met zijn gezicht naar de goal. Ja. Die game, jongens. Pelé, dat is die. Ja, iedereen weet wel dat dit niet kan, toch? Zeker Renzo, die vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Zeker Renzo. Dat was pauze. Schijnend. Dat was gewoon pauze. Ja, dat dacht ik al. Dat was een onbewustie, denk ik, maar was leuk. Nee, was echt leuk. Ik vind Charlie wel een aanvallend type. Ja, ik ook. Ik zo rechts buiten. Maar toch denk ik ook weer dat hij linksback mag. En dat is hier. En dat is hier. De linksback. De oude linksback van Almere City scoort hier. Oh, 9 is het. Nou, hier was al bijna de eerste van RKC. Hier dan. Hij gooit met de voeten. Dit. En dit is dan de eerste. Dit is prachtig, zegt hij, maar met enig cynisme. Dat is echt zeven weg met Messi. Oh, die kan hem steken. Nu sturen. Arnaud wil gaan sturen. Arnaud. Bas, dit kan heel belangrijk worden. Kan hem afleggen, maar Bas doet het zelf. En het is 2-1. En dan staan we gelijk over 2 wedstrijden. Eusebio dan.
Semio kort hoek en het is 3-1. Wat een heerlijke comeback van Bas Quist van 1-0 achter naar 3-1 voor. Jawel. Maar dit is dan het moment. Dat is hem. En nu is het weer. Is die 3-2. Nu is het weer Vitesse. Vieira, Cruijff, die wordt getikt, die wordt gevoetbald. A9. Gullit. Tjado helemaal terug in de wedstrijd. Eusebio, kijk eens. Let's go! Let's go! Helemaal terug in de wedstrijd. Hier wordt gevoetbald. Gaan we nog een tiende doelpunt zien in deze tweestrijd? A9 speelt hem op Johan Cruijff. Johan Cruijff gaat naar zijn linker, naar zijn rechter. Oh, dan wordt hij geskilled afleggen. Let's go, man! Tuurlijk! En dan ga je ook gewoon die wedstrijd winnen. Lekker grappig. Dan ga je ook gewoon die wedstrijd winnen. Paliama. Nee, ik vroeg inderdaad om goals en die zijn gevallen. Let's go! Oei. Deze jongen heeft op een of andere reden nodig om te horen dat hij gewoon even moet spelen. Want hij daarvoor is hij alleen maar tegen zichzelf aan het praten. En als ik dat tegen hem zeg, dan wordt het ineens dit. Ja, mijn poekjes zijn veel goals meestal. Ik krijg veel tegen, maar ik scoor er ook veel. 3-1 voor kwam ik. Er staan natuurlijk goals voor, maar ja, die uitgoals. Charles scoorde gelijk van de aftrap naar 3-2. Dan sta je achter op uitgoals. Ja, en dan probeer je nog een beetje wat dingen te doen, maar ja, dan ga je al in en dan uiteindelijk verloren nog. Dit zijn de uitslagen van vanavond. AZ verloor met 1-2 van Heracles Almelo. Dankzij een hele goede pot van Brian Hessing. Feyenoord won met 2-1 van FC Twente. En Ajax ging hard onderuit tegen FC Groningen. Het werd daar in totaal verdeeld over twee wedstrijden, maar liefst 0-3. PEC Zwolle dan speelde gelijk tegen PSV. Het werd daar 1-1. En dan op de B-stream, daar won Utrecht met 5-3 van Willem II. Fortuna Sittard won ook met 2-0 van Sparta Rotterdam. Sparta dat nog steeds op 0 punten staat na 3 rondes. VVV won met 2-1 van Heerenveen. En FC Emmen speelde met 0-0 gelijk tegen ADO Den Haag. RKC Waalwijk en Vitesse dan een waar doelpuntfestijn. Het werd daar maar liefst 4-6. Verdeeld over twee wedstrijden. En dan is dit de stand. Een nieuwe koploper, Vitesse. Het heeft 9 punten en hetzelfde geldt voor Heracles Almelo. Maar daaronder wordt het al wat minder. ADO heeft 7 puntjes. Heerenveen en Feyenoord allebei op 6. Kijken we helemaal naar beneden, dan schrikken we toch van een van die kampioenskandidaten. Zo dachten wij. Heeft pas 2 punten uit 3 wedstrijden. De naam van die club, Ajax, de plek 14. En zoals gezegd, op de allerlaatste 18e plek, Sparta Rotterdam. De enige club met 0 punten. Slecht nieuws voor de havenstedelingen. Dit was de highlightshow van Speelronde 3. Morgen zijn we er weer met, je raadt het al, Speelronde 4. Graag tot dan.